Je eerste officiële doelpunt voor FC Groningen. Hoe voelt dat? Ja, heerlijk. Ik zat de eerste helft te kijken. Toen dacht ik, wat gebeurt hier allemaal? Want het had 2-3-0 kunnen staan, denk ik. En, 2-3-0 voor de Graafschap. Ja, zeker. En uiteindelijk dan die wedstrijden, weet je, die ga je ook een keer spelen in een seizoen. En dat ik hem dan uiteindelijk mag maken, dat is geweldig. Ja, wat gebeurde er bij dat moment? Het ontstond uit een hoekschop? Ja, en ik geloof dat hij werd weggekopt door een jongen van hun. En Mike schoot op goal en ik verleng hem nog, waardoor hij mooi het hoekje ingaat. Ja. En heb je dan wel meteen het gevoel van, hey, dit zou wel eens de beslissende kunnen zijn? Ja, ik denk het wel, want het was niet... Uiteindelijk zie je dat veel ballen er niet in gaan. En dan weet je, dat kan het wel eens een 0-0 wedstrijd worden of een 1-0 wedstrijd. Dus voor mij mooi dat het 1-0 bleef ook, dat je dan echt matchwinner bent. Dus is geweldig. Geef wel even belang aan van het feit dat jij invalt, dat je belangrijk kan zijn. Ja, zeker. Volgens mij is het een beetje meest. Heb ik ook nog 3 assisten volgens mij. Twee op Mo en eentje op Django nog. Dus was lekker. En uiteindelijk dat we gewonnen hebben is het belangrijkste dat ik hem heb gemaakt. Dat is helemaal mooi. Ja, je noemt Mo al even, Mo Elhankouri. Hij schoot het bepaald, maar even daarvoor leek het alsof jij wat doorgebroken was en ingehaald werd. Ja, volgens mij verlengde ik die bal ook half. En toen liep hij uiteindelijk door op de keeper. En jammer genoeg schoot hij op de paal, anders was hij gelijk op slot de wedstrijd. Alleen uiteindelijk hebben we gewonnen en dat is mooi. En gaan we door met deze serie. Ja. Hoe zie jij je rol nu? Want je bent al min of meer pinchhitter. Je wordt vaak ingebracht in de slotfase. Maar hoe zou het zijn om eens een keer te gaan beginnen? Ja, dat zou mooi zijn natuurlijk. Ik denk dat ik wel heb laten zien dat ik belangrijker zijn met invallen. En als het aan mij ligt, stelt de trainer me op natuurlijk. Ja. Conclusie, lelijke wedstrijd, maar wel 3 punten. Ja, zeker. Zeg dat wel. Dat is het belangrijkste, denk ik. Die wedstrijd heb je er altijd bij zitten. En het is lekker dat je hem dan winnend afsluit.